Welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag vlogweek, dag 6, oftewel zaterdag 5 juni. Deze cover ken je ongetwijfeld. Dit is de beroemde cover van Todd McFarlane van zijn eigen Spider-Man serie. Het is een alomgeprezen cover door iedereen. Een paar maanden later kwam Todd met deze cover van het verhaal De Benedenstad, ook uitgegeven door de Junior Press uiteraard. Zoek de verschillen, zou ik zeggen. Nou, die zijn er weinig. Je bent natuurlijk een enorme baas als je je eigen cover kan swipen een paar maanden later. De Benedenstad is een tweedelig verhaal, ook al staat hier deel 1. Het zit allemaal in deze Spider-Man special nummer 5. Het gaat eigenlijk over dat er zwervers verdwijnen. Die worden namelijk ontvoerd door mensen die onder de grond leven, of eigenlijk in het riool van New York. En die voeden ze aan niemand minder dan Morbius, de levende vampier. En Spider-Man besluit, ook al vindt Mary Jane dat niet zo leuk, om zijn zwarte kostuum weer aan te trekken, zodat de mensen onder, ja, in het riool, die natuurlijk gewend zijn in het donker te leven, ja, hem niet zo snel zullen zien. Een beetje een dom idee. Sorry Peter Parker, maar die grote witte spin is een dead giveaway, zou je zeggen. Ik vind het een leuk verhaal, waarin al wat spawn-elementen te vinden zijn. Hè? Mensen onder de grond, zwervers onder andere. En het is natuurlijk fantastisch getekend door de Todmeister himself. Een hele mooie illustratie, vind ik. Maar, wat vind ik nou zo jammer aan deze comic? Want er is iets wat ik heel jammer vind. Zoals ik al zei, het is een tweedelig verhaal. En Junior Press trakteert ons op covers van deze serie die niet eerder geplaatst zijn. Zoals deze mooie met de Hobgoblin. Of deze twee pagina's met de X-Men. Wat misschien niet van deze serie is, maar van een Marvel team-up of weet ik niet precies waar deze twee vandaan komen. Maar het zijn in ieder geval mooie McFarlane covers. Welke cover ontbreekt? De tweede cover die bij de Benedenstad hoort. En dat is raar. Waarom hebben ze daar niet voor gekozen? Ik laat hem zo ook even aan je zien, want ik vind het een hele mooie cover. Maar op de een of andere reden hebben de mensen van Junior Press er dus voor gekozen om die cover niet te gebruiken en die andere wel. En de vraag is dus, waarom? Ik heb geen idee. Misschien weet jij het, waarom dat is. Misschien was de cover niet meegeleverd bij de cells, de cells van de pagina's bijvoorbeeld. Ja, bij de bestanden, zeg maar. En hebben ze daarom maar ervoor gekozen om die andere te plaatsen, om de comic op te vullen. Maar misschien vond Analoos het geen mooie cover. Dat kan ik me bijna niet voorstellen. Moet je kijken hoe gaaf die eruit ziet. We zien Spider-Man en Morbius. En we zien de figuur die eigenlijk de leider is van de mensen in de benedenstad. Uiteindelijk komt Morbius er ook achter. Dat is nog wel leuk om te melden trouwens. Dat de mensen, de slachtoffers die hem gebracht worden, waar hij zich mee kan voeden. Hij zegt, je moet alleen maar slechterikken meenemen. Dus hij denkt dat hij alleen maar bad guys aan het leegzuigen is. Maar dat is niet zo, want voor deze mensen die in het riool leven, die niet allemaal, ja, toch een beetje achterlijk zijn, die iedereen die boven hun woont, zeg maar, die in de gewone stad woont, is een bad guy. En daar kan Morbius dus moeilijk mee leven met die kennis. Daarom zegt hij hier ook, nee, wat heb ik gedaan? Maar ik vind het een prachtige cover, de missende cover. En het lijkt, wat ik er mooi aan vind, het is net een filmposter. En als de Benedenstad een animatiefeature zou zijn, bij wijze van spreken, dan, nou ja, dan vind ik dit dan vind ik eigenlijk een mooiere cover nog misschien wel dan de cover die gebruikt is. Ook al is die ook wel mooi. Maar dit is een veel verhalender cover. Want we zien de hoofdpersonages, we zien het witte spin van Spider-Man's kostuum, wat er altijd zo tof uitziet. We zien Spider-Man naar beneden kruipen, want hij gaat naar de benedenstad. Dus dat is symbolisch.
En we denken, ja, Morbius, daar ben ik benieuwd naar. Dat wil ik wel zien, deze film. Dus dat is mijn vlog voor vandaag. Ik denk, waarom is deze fantastische cover niet gebruikt door Union Press? Jammer. Anyway, dankjewel voor het kijken naar deze vlog. Morgen is de laatste dag van Vlogweek. Dan weet je dat alvast. En dan hebben we 7 dagen achter elkaar een vlog geplaatst op dit kanaal. En niet alleen hier, 13 anderen gingen met mij mee. Dat is erg leuk om meegemaakt te hebben en om al die vlogs gezien te hebben. Kijk ook vooral naar die anderen. En zoals altijd, de playlist plaats ik hier ergens. Zodat je ze allemaal rustig kunt bekijken.